Goedemorgen, het is maandag en ik ben nog steeds lekker vrij. Oh, kijk nou, ik heb gisteren in de zon gezeten en ik ben gewoon helemaal een beetje verkleurd. Oh, nou goed, het is maandag en ik ben lekker vrij. Ja, dus dat is heel erg chill. Ik heb wel echt heel erg raar geslapen. Er was ook vuurwerk vannacht en het was echt heavy, dus ik heb oordoppen ingedaan. Maar goed, ik heb lekker een koffietje nu en die ga ik eventjes lekker in bed opdrinken. En de bedoeling is dan om te gaan sporten. Nou goed, ik heb nog niet echt zin, maar misschien heb ik het zo meteen wel. Even lekker wat fruit, lekker deze meloen. Oh, ik had hier zo'n zin in. En kiwi en nog een koffietje. Lekker, lekker meloen en een kiwietje. En de zon schijnt al zo lekker binnen. En dan ga ik zo even lekker sporten. Oké, ik heb me klaargemaakt. Ik moest mezelf echt even motiveren. Het is nu ook iets van 11 uur of zo. Ik had echt geen zin. Maar ik denk van ja, het is ook wel eventjes goed om wel even te gaan. Ook is het maar een uurtje. Dan ben ik in ieder geval geweest. Ik ben weer thuis. Het was wel lekker, maar het was echt zo ontzettend druk. Ik denk echt dat alles wel een beetje bezet was. Dus dat was niet zo heel erg fijn. Maar goed, ik ben geweest en ik heb meer mijn ding gedaan. Ik ga nu eventjes een yoghurtje maken, denk ik. Nou, het was dus heel erg druk. Ik hou daar, ja, op zich vind ik dat niet heel erg. Maar het is gewoon, zeg maar, dan moet je de hele tijd wachten totdat er apparaten vrijkomen. Ik ben ongeduldig. Ik heb daar geen tijd voor. Dus ik heb gewoon even wat dingetjes gedaan. En dan vind ik het ook wel prima. Nou, en dan ga ik even lekker chillen op de bank. Zo, ik heb even lekker een cappuccinootje gemaakt. Wel een decafé, want ik heb al genoeg koffie op. Dus dat ga ik even lekker opdrinken. En dan ga ik bezig met Schat van Huis in Groningen. Ineens weer energie kreeg. Ja? Ik had dat ook. Ik wou ook vroeg slapen, maar. Ja. Lekker in de zon met een kopje koffie. Goedemorgen, het is dinsdag en ik ben nog lekker vrij, want ze hebben een studiedag vandaag. Dus ik werk vandaag gewoon een beetje thuis. Ik ga nu eerst even lekker ontbijten. En daarna ga ik bezig met Schat van Huis in Groningen. En ja, moet ik ook wat doen voor logopedie. Ik heb wel echt lekker geslapen. Ik ging wel laat slapen. Maar goed, ik kon natuurlijk nu ook wel een beetje uitslapen. Oh, lekker koffietje. Zo chill deze koffie. Ik heb altijd van Starbucks en dan de espresso bonen. Dat is echt mijn favoriete koffie. En ik heb een lekker meloentje. Oh, koud. Die tanden. Nou, die eet ik straks wel. Zo vervelend, zo'n koude meloen aan mijn tand. Ik heb ook echt een uitgroei waar je u tegen zegt. Ik ga over 2 weken of zo, ga ik 14 juni of zo, ga ik weer naar de kapper. Maar ik weet niet zo goed of ik het weer helemaal zo blond ga doen of dat ik iets anders doe. Ik heb nog geen idee. En 6 juni, dat is volgende week dinsdag, ga ik weer een tattoo zetten. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dat ga ik ook eventjes filmen en zo. Bij Tattoo Even Wat Ambers in Groningen. Mijn andere tattoos heb ik daar ook gezet. En ik ben gewoon echt super tevreden over haar. Ik vind haar echt, heel goed. Ja, dus dat is volgende week dinsdag. En daar kijk ik nu al naar uit. Ik vind het zo leuk. Zo, ik heb
me even klaargemaakt, want ik moet eventjes de stad in. Ik moet even wat pakketjes wegbrengen. En dit is mijn outfit. Jasje is van H&M. Tasje is van de Kringloop. Broekie is van de Zara. En ik heb deze Nikes aan. Een keer weer. Een beetje kleur. Ik dacht, dat is, ziet er wel grappig uit. Oké, ik ga eventjes de stad in. Doei! Goedemorgen. Het is woensdag en ik moet vandaag weer werken. Ik heb even lekker een koffietje in bed. En ik lig echt veel te lang in bed. Maar ik ben echt zo moe. Het is wel echt vet lekker weer vandaag buiten. Het is helemaal blauw. Dus dat is echt zo chill. Daar word ik echt heel blij van. Ik heb vandaag best wel veel dingen te doen. Ik moet eerst zo meteen werken. Dan moet ik eventjes naar het ziekenhuis. Want dan moet ik medicijnen ophalen. Pakketjes versturen van Vinted en van een schat van huis in Groningen. En dan heb ik vanavond nog een meeting over werk in Amsterdam. Want dat ga ik in de zomervakantie ga ik dat ook nog doen. En in de avond komt hier eventjes iemand een theetje drinken. Dus het is wel een vol dagje. Maar ik heb echt nog eventjes de kracht niet. Gisteren ook nog eventjes de stad in geweest. En nog een koffietje gedronken met een vriendin. Dus dat was ook gezellig. Nou, ik heb me klaargemaakt. Ietje mijn haar. Zit altijd zo. Bloep, met droog shampoo gaat het helemaal omhoog. Oké, dit shirtje heb ik gisteren bij de Zara gekocht. Het is een beetje grijs antraciet. Nou, broekje weer van de Zara. En mijn schoenen van de Vans. Het is echt super lekker weer. Daar word ik heel blij van. Dus ik ga nu snel naar werk. Ik heb echt een mega rommelige ochtend gehad. Ik wilde vanochtend namelijk naar werk gaan. Maar toen had ik mijn licht aan laten staan. Nou, en de auto stond echt al 3 dagen stil of zo. Dus de accu was leeg. Dus ik kon niet naar werk. Dus ik heb thuis gewerkt. Ik ben naar de Gamma gefietst en naar de Action. Bij de Action hadden ze geen startkabels. Bij de Gamma wel. Dus, maar goed. Ik dacht, ja, ik kan nu wel helemaal gaan stressen en zo. Maar ja, ik kan er nu verder ook niet zoveel meer aan doen. Ik heb in ieder geval startkabels gehaald. Dus dat kan ik zo meteen even fixen met een auto die het wel doet. Ik ben dus nu lekker thuis aan het werken. Dus het gaat ook hartstikke goed. Ik ga nu eventjes een lekker lunchje maken. En ik moest eventjes iets schrijven voor de nieuwsbrief voor mijn werk. Dat ik dus in november naar Ibiza ga. Nu voelt het allemaal zo echt. Oh, ik ga even kijken. Volgende week ga ik het huisje boeken. Ik heb een heel leuk huisje gevonden. Nou ja, dat ga ik dus volgende week allemaal fixen. Echt heel erg nice. Echt gewoon bij het strand en midden in het bos. Dus het is echt heel erg vet. Ik ga nu eventjes lekker lunchen. Zo. Nou, kabels, ik vind het echt doodeng. Ja, ik hou hem op aan de auto starten, ja? Ja, ga ik de auto starten. Ik zit nog even in het zonnetje buiten. Met een koffie. En dan heb ik zo meteen nog een meeting. Over dat online werk in Amsterdam. Oh, ik ben zo blij dat mijn auto het weer doet. Ik ben weer thuis. En oh, het ging vanochtend weer zo rommelig. Die auto deed het weer niet. En gelukkig was er een vriendin, die moest ook naar Mussel. Dus ik kon met haar mee rijden. En nu ben ik weer thuis. En ik moet straks wel weer weg met de auto. Dus ik moet hem zo meteen weer aan de praat krijgen met die andere auto van haar. Maar ik ga eerst eventjes eten. Ik ben in het ziekenhuis geweest al. Ik heb mijn medicijn opgehaald. En toen heb ik ook nog eventjes bloemetjes voor mezelf gekocht bij de appie. Tros anjers, dus die ga ik zo even in een vaasje zetten. Dan ga ik even eten en dan ga ik weer verder. Nou, ik zit weer in de auto. Mijn auto start weer. En ik ben nu onderweg naar Ruinewold. Maar die man van de shawarma tent had ons weer heel lief geholpen. Ik zeg, hij doet het weer niet. Nou, en hij zei van, ja, je moet ook wel een stukje rijden met die auto. Nou, gisteren had ik maar een kwartiertje gereden of zo. En nu moet ik naar Ruinewold, dus dat is wel even wat verder. Oh, ik ga goed. Ik heb even een lekker koffietje mee. En ga ik straks misschien nog even langs de Kringloop in Ruinewold. Even checken. Nou, ik ben nu even in Ruinewold aangekomen.
En we gaan zo naar de kringloop. Ik ga even met mijn moeder. Boet! Waar ben je? Boetje! Even een kringloopje. Ja. Met mama. Ik was een speer door de kringloop. Dat is ook schattig. En dat is wel mooi. Een leuk bankje. Een deur. Volgens mij staat geen prijs op. Het is vrijdag en het is bijna weekend en ik ben nu onderweg naar cursus in Harderwijk. Maar ik heb vannacht dus bij mijn ouders geslapen, zo gezellig. En nu ben ik onderweg. Ik heb ook een koffietje mee en ik heb even getankt net. Mijn auto doet het, dus dat is ook heel fijn. Al die dode beesten langs de weg. Niet te doen. Ik heb dus vandaag een cursus tot ongeveer 4:30. Twee maar, geurtjes, hè. Pannenkoeken! Ja, maar heb je wel bedankt, heb je nog? Dubbel. Kun je drinken met ons? Koffie. Neem jij het mee naar buiten? Ja. Oké. Zo. Spulletjes voor op de website. Echt een supermooie pot. Ik kan hem even niet uithalen. En plantjes voor buiten. Aubergine, munt en... dille. Die hebben we net eventjes in de potjes gezet. Dus die ga ik lekker thuis neerzetten. Nou, dan ga ik nog eventjes een koffietje buiten drinken in de zon. Met mama. Morning. Het is zaterdagochtend. En ik ben al lekker wakker. Het is echt heel vroeg. Ik was eigenlijk al om 6:00 wakker of zo. Maar toen dacht ik, nou, nog even slapen. Maar toen werd ik gewoon weer om 6:30 wakker. Toen dacht ik, oké, nou ja, prima. Toen ben ik gewoon lekker goed wakker vandaag. Ik heb 10:00 afgesproken in de stad om eventjes weer een koffietje te doen. Ik vind het altijd zo fijn om gewoon lekker in de ochtend gewoon in de stad te zijn. En dat het dan steeds wat drukker wordt. Oh, en dan lekker een beetje mensen kijken en zo. Ik vind dat echt heel fijn. Nou, gisteravond was hier nog een vriendinnetje. We hebben nog even buiten gezeten. Ja, niet zo'n hele spannende vrijdagavond, maar dat is ook wel even goed. Want ik ben de afgelopen weken echt elke vrijdag heb ik wel iets gedaan. Of in de stad geweest, of uit, of een feestje. Dus rustig gaan is ook wel eventjes goed. En de rest van de dag wil ik nog wat dingetjes van Schat van Huisje Groningen op Instagram zetten. Want ik heb echt vet leuke dingen. Dus dat ga ik doen. En verder, ja, een beetje een chillen zaterdag. En ik was, even kijken... Lizzie van der Licht. En daar staan echt hele leuke tips van Ibiza in. Dus daar ga ik eventjes in lezen. Ook voor de Ibiza winter en zo. Nu zeg maar dit... nu ik zeg maar weer gewoon alleen ben. En dit... Ja, ik vind het gewoon zo bijzonder allemaal. Hoe dat allemaal is gebeurd. En dat ik ook gewoon met een vriendin in februari naar Ibiza ben geweest. En... Ik vind het gewoon allemaal bijzonder dat het allemaal op je pad kan komen. Als er dingen gebeuren in je leven. En ik denk altijd van, oh, ik kan het niet. Of ik moet dan Engels praten. En ik moet mezelf helemaal redden daar. En hoe ga ik dat dan doen? Maar ik vind het ook wel weer een hele mooie uitdaging. En daar groei je ook wel weer van. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Want toen ik van Ibiza terugkwam in februari. Had ik eigenlijk zoiets gelijk van, ik wil terug. Ik wil gewoon gelijk weer terug. En... wanneer kan ik? En kan ik er niet langer blijven? En hoe ga ik dit doen, weet je wel? En toen had ik eigenlijk in mijn hoofd bedacht van... Maar waarom zou ik niet gewoon online kunnen werken? Waarom zou ik niet gewoon zeg maar alles wat ik nu doe voor Logopedie daar kunnen doen? Het was eigenlijk eerst een beetje een wild plan. Zo van, oh ja, dat zou ook wel kunnen. En toen had ik zoiets van, ja, maar dat gaan ze toch nooit chill vinden. En dat gaan ze toch niet doen. En het internet moet daar wel altijd goed zijn. En dan zit ik daar in mijn eentje. Maar ik weet niet, dat idee bleef gewoon zo lang in mijn hoofd dwalen. Dat ik dacht, volgens mij moet ik hier iets mee doen.
En nou ja, toen had ik het er allemaal een beetje uitgezocht en zo. En toen heb ik het ook gewoon gezegd tegen mijn baas. En die vonden het, godzijdank, superleuk. Dus ik ben ook echt heel erg dankbaar, zeg maar, dat ze mij deze kans gunnen. En nu is het, zeg maar, van een idee, is het gewoon nu echt werkelijkheid geworden. En ik heb echt zoiets van, als het in je hoofd zit en je denkt van, oké, dit voelt gewoon goed. En je weet gewoon zeker van, nou, dit kan gewoon zoveel moois brengen. Why not? Waarom probeer je het gewoon niet? En dat heb ik nu ook. En ik heb altijd heel vaak dingen dat ik denk, oh nee, dat ga ik toch maar niet doen. Of ik ga toch maar niet vragen. Maar als je het wel vraagt, nee heb je en ja kan je krijgen. Dus ik ben echt heel blij dat ik het wel heb aangegeven. Wow. In de wolken. Wat doe je, Gerrit? Ben je ook blij? Ah, doe even zachtjes. Je wil altijd knuffelen. En nou niet? Boestig. En Gary? Gerrit houdt ook van het zonnetje. Maar volgens mij wil hij ook eten. Of wil je nog even lekker rondrennen? Mag ook. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb een rokje aangedaan met een split. Deze is van... Wat was die ook weer van? Deze is van H&M. Ja. En een topje is gewoon van de Bershka. En ik heb gewoon mijn tas mee, want ik moet ook even wat boodschapjes doen. En schoenen zijn van Vans. Zitten we weer. Met de blote benen. Nou, ik ben net eventjes lekker in de stad geweest. En mijn benen zijn zo wit. Dat is niet normaal. Dus ik heb eventjes dit gehaald bij de Kruidvat. Dat is 2 plus 2 gratis. Dit is een of andere bodycrème. Dit is van dat schuimspul. Een lekkere deo. En een handcrème. Helemaal chill. En ik heb ook wat olie voor in mijn haar gehaald. Geen idee of het lekker is, maar het is een beetje droog. Komt misschien ook wel door al dat verven en zo. Maar goed, ik ga het even proberen. En ik had ook nog een leuk zonnebrilletje gekocht. Bij de Kruidvat. Ik haal eigenlijk altijd mijn zonnebrillen daar. Of bij de Ethos of zo. Ik vind het altijd wel een leuk prijsje. Dus ik ga nu eventjes een broodje maken. En dan ga ik even in de zon een lekker broodje eten. Oké, ik heb lekker een koffietje gemaakt. En dan ga ik weer naar mijn buurvrouw. Ga ik daar eventjes lekker een broodje eten in de zon. Het is ook lekker weer vandaag. Niet normaal. En we zaten net op het terras en toen hadden we het ook over Ibiza en zo. Dat we dan in oktober ook samen weer heen gaan. En het is gewoon heel bijzonder. Dus we gaan ook eventjes lekker een beetje plannetjes maken over wat we nou allemaal gaan doen. Ik heb er zoveel zin in. Wie komt er aan? Wie is hier? Hallo! Hi! Hoi! Waar is Dexter? Waar is Dexter? Goedemorgen! Het is zondag. En het is weer lekker weer. En ik word er zo blij van. Oh, kijk nou. Hoe fijn. Ik heb me klaargemaakt, want ik ga eventjes een rondje door de stad lopen. En ik denk dat ik dan nog eventjes op een terrasje ergens ga zitten. Lekker nu het nog een beetje rustig is. En daarna ga ik wat pakketjes inpakken. Want ik heb hier wat dingetjes verkocht van mijn webshop. Dus dat ga ik ook doen. Heel wakker. Jij moet zo even weer je hok in. Oh, dat is zo wild, jongen. Nou, ik heb vandaag dit aan. Dit topje heb ik van Selpie. Dat is een tweedehands webshop. Met heel veel kleding. Echt mega veel. En ze hebben echt van alles. Ik zag ook dat ze camera's hadden. Woonaccessoires. Dus super leuk. Ik heb daar binnenkort ook weer een samenwerking mee. Dus dan komt er een leuke kortingscode online. Ik heb deze. Dus van de achterkant is hij zo open. Het is linnen. Dus ik dacht, nou, dat is wel chill voor vandaag. En ik heb witte broek. En mijn Vans er weer bij aan. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Oh, Gary. Je moet in je hok. Ja. Je moet in je hok, ja. Vind je niet leuk, hè?
Oké, okay, nou ik ga eventjes mijn spullen pakken en mijn zonnebril. Jongens, was van de kruidvat. En hij was 20 euro. Maar toen zei ik, ja, het pootje is een beetje slap. En het is de laatste. Dus ik zei, ik kan er misschien een korting af. Echt heel erg. Maar ze zei, oh ja, tuurlijk. Dus toen heb ik hem voor 15 gekregen. Nou, helemaal leuk. Hij is een beetje champagne. Dus die doe ik ook op. En ik moet nog eventjes een tas mee. En dan ga ik er vandoor. Goedemorgen. Oh, lekker weer. En er is een vintage markt. Maar we gaan eerst koffie doen, toch? Ja? Oké. Okay. Spontaan op ons pad. Ik kom net weer uit de stad en er was gewoon een vintage markt op de vismarkt. Dus daar zijn we eventjes heen geweest. En toen was het nog lekker rustig. En toen heb ze even afgewassen. Ik heb hele leuke glaasjes gekocht. Vond ze zo leuk. Echt een hele leuke vorm hebben ze ook. Heel nice. Dus die heb ik meegenomen. En die staan heel erg leuk in mijn koffiehoekje. Ik heb nog meer van dat soort glaasjes. Dus die kan ik er leuk bij zetten. Helemaal leuk. Nou, ik heb heel veel trek. Dus ik ga eventjes wat eten. Ik heb gelijk even boodschappen gedaan, dus ik ga even wat eten en even in de zon zitten. En ik denk dat ik nu ook, zeg maar, de vlog ga afsluiten. Want dan kan ik hem eventjes bewerken en zo. En dan, ja, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ik zag net dat ik het heel snel, dat het filmpje was gestopt. Maar ik ga nog eventjes bezig met een fishing board. Heb ik in december heb ik dat ook gemaakt. En ja, ik had wel zin om eventjes nog lekker even creatief bezig te zijn. Dus dat ga ik vandaag alleen nog doen. En dan zie ik jullie, of nou ja, dan zien jullie mij volgende week weer met een nieuwe video.